Hey beste kijkers, welkom bij weer een nieuwe video. Ik ga jullie vandaag meenemen op mijn werkdag. Ik ga deze kar meenemen en daarna ga ik naar Aal van den Rijn. En dan ga ik jullie laten zien hoe mijn werkdag eruit ziet. Gaan jullie mee? Zo, die is aangekoppeld. We gaan rijden. Dus we gaan eerst nog naar de leverancier. En daarna gaan we naar Aal van den Rijn. En dan gaan we een Serra 39C inregelen. We gaan een microbellenontluchter plaatsen en 4 debietmeters en een pompschakelaar. Ik ben benieuwd hoe de klus gaat verlopen vandaag. En mocht je nou afvragen, zag ik het nou goed? Heb jij nou zonnepanelen op je aanhangwagen? Ja, dat klopt. Het zijn zonnepanelen van LG, glas, bifacial. Dus ze wekken stroom op aan allebei de kanten. En bovenop het dak zit ook nog een zonnepaneel. Dat is een glasfolie zonnepaneel. Dat was de eerste. En die laat een accu op. En die accu gebruik ik weer voor mijn mover, mijn koelkast, compressor, verlichting en voor accu's opladen van mijn schroefmachine, multitool. Gaan ze door, zodat mijn accu's nooit leeg zijn. En ik moet zeggen, het werkt perfect. Dus het is eigenlijk een kleine werkplaats op hier. Nou, we zijn bij de leverancier aangekomen. Ik loop even snel naar binnen. En dan gaan we naar Aal van den Rijn. Zo, spul opgehaald. Dan gaan we nou naar Alphen. Ik moet zeggen, je ziet aardig wat elektrische auto's op de weg de laatste tijd. Dus we gaan de goede kant op. Alleen wat ik niet snap, is dat ze elektrische auto's maken zonder geïntegreerde zonnepanelen. En ik wacht dus zelf ook op een elektrische auto die dus compleet bedekt is met zonnepanelen. Want ik vind het eigenlijk een beetje vreemd dat dat niet gewoon standaard gedaan wordt. In ieder geval op de motorkap en het dak, dan heb je de twee grootste oppervlakten. En als je dan in de file staat, of je rijdt, of de auto staat stil, een beetje zon, dan laat hij gewoon weer bij. Dus je zou zeggen dat dat eigenlijk gewoon standaard gebeurt. Maar helaas is dat niet zo. Nou, ik ben inmiddels bij Aal van den Rijn aangekomen. Dus we zijn er bijna. Nou, we zijn inmiddels bij de klant aangekomen. Dus ik zit hier voor de ketel, waarmee het Serra 39C. Dus wat ik ga doen, ik ga hieronder ga ik een microbellenontluchter plaatsen. Maar ik ga hem hier niet aftappen, omdat we hier hele mooie lichte vloerbedekking hebben.
Dus ik ga hem beneden bij de verdeler aftappen, zodat deze hele leiding leegloopt. Dan heb ik hier zo min mogelijk water. Dus wat ga ik doen? Ik ga hier bij de verdeler, ga ik eerst de stekker van de pomp eruit halen. En dan ga ik hem hier aftappen. En als die boven op 0 staat bij de ketel, dan zet ik hem weer dicht. Nou, het water is eruit gelopen. Dus dit hele stuk is nu leeg. Dus nu kan ik zonder problemen deze door gaan snijden. En daarvoor heb ik deze mooie ratelsnijmes. In de beschrijving zet ik een link waar je die kan bestellen. Dus die zet je er hier omheen. Precies in het midden. En dan kan je hem doorsnijden. Dus magneetfilter was al geplaatst en ik heb nu microbellenontluchter erop gezet. Nu naar de debietmeters. Dus nu ga ik de thermostaatknop dichtzetten. En ik ga dit kraantje dichtzetten. En dan hoop ik altijd dat deze maar niet gaat lekken. So far so good. Dan zet ik de aftapkraan er open. En dan loopt het laatste beetje water hieruit. En dan kan ik hier de debietmeters gaan plaatsen. Nou, ik ga nu pompschakelaar plaatsen. Er is altijd een discussie van, mag ik nou wel of niet een pompschakelaar bij een energiezuinige pomp plaatsen? Ja, dat mag. Ik heb tot nu toe in al die jaren dat ik het werk doe, nog nooit een defecte pomp gehad. Er zijn mensen die zeggen, er zit een sensor in de pomp. Dat klopt. Maar op het moment dat hier dus heel weinig water doorheen stroomt, door de verdeler,
dan gaat die sensor zegt niet tegen de pomp van je moet harder draaien. Dus er moet altijd een sensor op de aanvoer hierboven zitten die zegt leiding warm, pomp aan. Heel vaak merk je dus als je dus waterzijde gaat inregelen dat dus er minder water doorheen stroomt. En dan gaat de sensor wordt niet meer geactiveerd, dus dan gaat de pomp niet aan. Dus daarom ook met een energiezuinige pomp, met een sensor, altijd een pompschakelaar. En hij is energiezuinig, maar hij verbruikt nog steeds, op de hoogste stand, verbruikt hij nog steeds 40, 45 watt per uur. Dus ook dan altijd de pompschakelaar plaatsen. Nou, je ziet dus dat de groepen heel erg verschillen. De linker is dus een hele korte groep en de volgende is dus een lange groep. Dus daarom is het dus belangrijk dat je altijd de bietmeters plaatst, zodat elke groep de juiste hoeveelheid water krijgt. En deze radiator is verkeerd om aangesloten. Dus dit is de aanvoer, dit is de retour. En hier staat het pijltje dus die kant op. Dus in dit geval komt hij weer onder binnen. Deze kraan is voorinstelbaar, dus hier kan je instellen hoeveel water doorheen stroomt. En deze is van Heijmeijer en die doe je met dit sleuteltje. En als je er dan aan draait, dan stroomt er dus minder water doorheen. En de volgende. Dus ik zet hem hier naar standje 2. Kijk, en dit zijn van die gevallen dat je dus hier een voorinstelbare radiatorkraan zet. En dan een dynamische, want deze radiator is dus zo klein, dan moet ik deze voor 99% dichtzetten en dan stroomt er nog steeds te veel water door de radiator. Dus in dit geval zet je dus een dynamische voorinstelbare radiatorkraan en dan kan je dus eventueel nog een thermostaatknop erop zetten. Dus deze ook. Bovenkantje loshalen. Dan draai je deze dus helemaal dicht. En deze zet je dus maximaal een kwartslag open. En nu begrens je hem dus op maximaal een kwartslag open. Nou, deze klus die zit er weer op. Ik heb 4 debietmeters geplaatst bij de vloerverwarming, pompschakelaar bij de vloerverwarming. Ik heb een microbellenontluchter geplaatst, magneetfilter zat er al, er kwam trouwens aardig wat vuil uit. Ik heb de Remeat Serra ingeregeld, vloerverwarming ingeregeld en de radiatoren ingeregeld. En de radiator in de gang die zat verkeerd om aangesloten. Dus die ga ik de volgende keer omdraaien. En dan ga ik ook 4 voorinstelbare radiatorkranen plaatsen. En dan kan de klant zelf beslissen van plaats ik een gewone handknop erop, een thermostaatknop, een zonneregeling. Maar dat is aan de klant. Dus het is nog een kleine 35 minuten rijden. En dan ben ik lekker thuis. Nou, het is 3 uur. Ik ben weer thuis. Dus ik ga nog even de kar eraf gooien, spullen opruimen, boekhouding doen, spullen bestellen. En dan zit de dag er weer op. Bedankt voor het kijken. Mocht je het een leuk filmpje vinden, geef even een duim omhoog. En dan zie je mij de volgende keer weer.